geleden heb ik deze Bubblies ontvangen. En ze squishen echt heel fijn. En toen liep ik dus in de Action. En toen zag ik deze stressballetjes. En ik zag ze liggen en ik heb ze toen alle kleurtjes gekocht. Er ligt nu geen rode bij. Dat komt omdat ik had dus een rode gekocht. En ik zei, mama, ik wil hem echt openmaken. Ik kan niet meer wachten. Toen heb ik hem opengemaakt. We waren thuis. Ik squish er twee keer in, want er zaten al een beetje scheuren in toen ik hem openmaakte. En ik squish. En al die Orbeez vliegen eruit. En alles lag op de grond. En mijn moeder was best wel boos. Alleen snapte wel dat het door de stressbal kwam. En niet door mij. Want ik maak zo'n ding denk ik echt niet snel kapot. Maar dit laagje was volgens mij ook wat dunner. Dus ik ga deze gele openmaken en ook open knippen. En zoals jullie zien, denk ik dat hij al kapot is. Want jullie zien binnenop niet zien een geel balletje hier. Dus ik ga hem openmaken. Oh, ik ben heel bang dat hij weer open splasht. Als hij open wil. Oké. Hij squisht wel heel lekker. En zoals jullie zien is dit gedeelte echt heel dun. En als je naar de Bubblies kijkt. Maar dit is ook echt een hele goedkope kwaliteit. 70 cent. Nou, eigenlijk zegt de prijs al dat die echt, goedkoop is. En ja, best slecht qua kwaliteit. Vergeleken met deze. Deze squish daarom ook best wel harder. Maar deze squish wel lekker. Alleen, ik ga er denk ik nu niet meer in squishen. Want ik heb nog ineens een minuutje open. En er zitten nu al allemaal scheuren in. Dus ik ben bang dat ik nog een keer knijp dat hij gewoon echt open splasht. Dus ik ga hem maar open knippen. Ik ga jullie de scheuren nog één keer laten zien. Daarna knip ik deze open en ik breng deze echt terug. Want het zijn echt poepkwaliteit. Vergeleken met deze. Ten eerste, ze zijn veel leuker, want deze is gewoon een balletje. En dit is gewoon, ja, jullie dachten een wortel. Dus ik noem het dan maar een wortel. Een wortel en een soort kuikentje in één. En dit is gewoon een schaap en een Tols druiven. Dus die zijn natuurlijk veel leuker dan dit saaie. En dit hier. Er zitten hier gewoon echt drie naast elkaar. En hij ruikt helemaal uit. Dus ik krijg het niet in mijn beeld en hoe vaak hier ik al heb in het squish niet. En er zitten nu al zulke grote scheuren in. En dat vliesje wordt echt steeds kleiner en kleiner waarin je hierin squisht en dan komt een scheur in. Dus ik ga deze nu open knippen. Ik heb hier een glas bij de hand. En hier zitten gewoon echt veel grotere Orbeez in. En dit materiaal is ook veel dikker en ik heb hier nog twee. Ik heb deze volgens mij eerder opengeknipt en ik kwam slijm uit. En ik ben ook super benieuwd of hier ook slijm uitkomt. Ik heb er ook nog een hele leuke roze. Ik denk dat hier geen slijm in zit, maar ik wil het wel kijken, want er zou wel heel mooi slijm zijn. Ik leg het nu even aan de kant. Oké, moment van de waarheid. Schaar bij de hand. Ik ga kijken. Ik durf niet te hard te knippen, want ik ben echt bang. Oké, ik ga. Zijn wel hele mooie kleuren, gelballetjes. Hier stopt het ook ongeveer, omdat het hier dan er minder snel uitkomt. Je kan deze gelballetjes. Ze vielen bijna van tafel. En als ze dan van tafel vallen, ja, dan vind je meestal over een paar dagen weer terug. En ja, dan zijn ze echt heel cute. Dan denk ik dat je dit ook wel heel leuk in slijm kan gebruiken. Maar ik raad dit niet aan om dat te doen. Kom, gelballetjes, ik wil jullie allemaal.
Ja, ik heb hem nog, gelukkig. Ze zijn er wel bijna allemaal uit. Nou ja, er zitten er nog 3 in. Het ruikt naar chloor. En dit zit erin en zo kan je wel echt zien hoe slecht de kwaliteit dit is. Kijk, hier, ik weet niet of jullie nu de scheur beter zien. En dit voelt veel viezer dan Orbeez. Ik ga dit niet meer aanraken. Getverderrie. Nou, ik ga dit maar wegzetten. En ik ga verder met deze, want deze zijn echt super leuk. Ik ga hem als eerste openmaken. Ik heb er nog geen van opengemaakt. Dus ik ben super benieuwd. Dit is een roze. Kijken. Paars. Zal ik deze ook opmaken? Want deze waren heel cool van kleur, vind ik. Oh, ik ben echt bang dat ik deze straks breek. En als er dan slijm in zit, dan wordt mijn moeder echt gek. Dit worden ook veel grotere balletjes dan die. Welke zou ik als eerst gaan openknippen? Alvast heel erg sorry. Ik ben wel benieuwd of hier slijm in zit. Want ik denk dat hier, ik geloof hier wel dat er slijm in zit. Want ik heb al eens een keer geel slijm gehad. Maar het is, dat is al een hele lange tijd geleden. Dus ik ben benieuwd of er nog steeds slijm in zit. Ik begin met het nestje eraf te halen. Ik denk dat hij er wel uit kan. Nee. Denk je wel? Ja. Oeh. Ah, er zit ook allemaal stof aan. Oeh. Het squisht wel raar. Het squisht wel als slijm, denk ik. Ik weet het niet. Het squish wel heel... Dit is ook echt poepkwaliteit. Want het lijkt er heel erg op dit zakje. Dus ik ga hem maar open knippen. Chill. Doe het voorzichtig. Want mijn moeder gaat niet blij worden als het op de tafel komt. En daar weet ik wel wat van. Ik vind het echt eng. Oeh, ja! Yeah! Is het slijm? Eeuw, er komen echt grote blobs uit. Het ziet er wel uit als slijm. Het ruikt wel naar dat, een beetje naar dat gele slijm. Ja, het is sowieso slijm, kijk maar. Nu kunnen jullie zien, je hoort nu een beetje een motor. Dat is onze buurman. En hoe dun dit eigenlijk gewoon is. En hoe snel dit zou klappen, omdat het gewoon zo dun is. Ik ga het binnenste buiten doen. En het is inderdaad heel jelly slijm. Maar het is wel slijm. Oké. Ik wil even alles. Ik leg het daarop. Oeh, gelukkig. Oh, help! Slijm overal.
keer mijn hele handen zitten echt gewoon onder het slijm. Maar als ik denk, kijk zo. Zo lijkt het wel heel waterig. Het is minder goede kwaliteit dan de eerste stressbal die ik heb opengeknipt. Oké, ik ga denk ik even mijn handen wassen en dan kom ik zo bij jullie terug. Dus dit echt niet kopen, want je ziet hoe slecht de kwaliteit het is, hoe snel die kapot gaat en wat dit voor bla eruit komt. En ik denk, als je moeder, als je mee squish en het gaat boven de tafel of op de grond, dat je moeder echt of vader helemaal over de rooien helemaal gek wordt. Dus dit raad ik echt niet aan. Ik sluit de video bij af. Doe een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren hier. Bij Jan natuurlijk. Vergeet me ook niet te volgen op Insta. Bij Joe Griekse IT. Doei!